Daar ben ik. Wat voor vriezer hebben wij? We zien het. Het is de vriezertour. Vergeleken met de vorige keer is er best wel veel gebeurd. Maar niet alles hebben jullie gezien. Vak 1. Heel saai. Een stukje zalm. Vak 2. Al deze zalm even hier in plaatsen. Ziet er niet zo uit. Een portie hutspot. Nasi met varken. Nasi met kip. Een hutspot. Gaver kippenvlees. Een knolkoren. Knolzalmvleessoep. Dat was het. In de laar. Ertjes. Paprika, leekzaal bij de wortel. Nou, dit was het ook weer. Het is een beetje saai hier. Ga ik de vlees nog een keer. We hebben wat spekblokjes. Worstjes. Madame Jeannette. Kip truffel. Truffelkip. Roosworsten. Een kippenrookworst, en we hebben ook nog een pesto erachterin, nog een kippenrookworst, zag ik. Kallenkrolletjes nog wel, rustervinken, speklappies, dekklappen. Hamburgers die mogen er wel eens uit, flat iron steak. En een bakje. Runderstoof, sorry. Dan hebben we een paar bakken met erwtensoep. Green salsa pot. Twee keer spinazie. Een aardappelkring en bouillon. Deze hebben jullie bij zien halen. Indiaanse kip. Salama. Nog wat. Roodkip. Twee keer. Een kiprolade. Procureursteek. Twee keer kip. Lekker grillworst. Slavinkjes. En nog de onderste laal allemaal gehakt. Dus ja. Er is best wel wat uit. Het is zeker leger geworden. Maar zoals jullie weten, eet ik de laatste tijd HelloFresh wel. Het bevalt me. Ik heb gekeken qua budget. En als ik zeg maar doe. En ik ga van de €75 per week uit. Dan houden we nog ongeveer €25 per week over. Om aan andere dingen te besteden. Daarmee redden we het even. En ik denk dat ik dit nog wel even volhoud tot met juli. Gewoon puur vanwege mijn nieuwe baan heb ik het erg druk. Ik ben nu in cursussen, is ook nogal erg druk. Dus ja, we gaan het wel redden. Het is een kort filmpje. Ik zal je nog even omkeren. Dan gaan we naar de vrieskist. Eigenlijk alleen maar brood. En nog een zak met groenten. Dus een beetje saai. Nou, bedankt weer voor het kijken en tot de volgende.